Speeldag 3 in de Eredivisie voor A-junioren. Dat betekent dat PSV het thuis opneemt tegen ADO Den Haag. De trainer hier, Geert Brusselers. Zijn ploeg verloor afgelopen dinsdag nog voor de UEFA Youth League van Manchester United. En is dus uit op een revanche. Abels, Groeneveld, de bal gaat goed rond. Joey Konings al vroeg in de wedstrijd. Maar het lijkt alsof hij niet helemaal goed uitkomt met zijn stappen. Maar Joey Konings gaat vervolgens vrolijk door. De lange bal van Rommens. Keeper voorbij, schot van Rommens. En dan lijkt dit toch echt een hensbal van Benaissi Ben Amar. De bovenarm gaat omhoog. De scheidsrechter zegt nee, gewoon een corner. En dus moet PSV het daar maar mee doen. Hier dan de bal van Rigo. Kans 3 voor Joey Konings. En dan zegt men dat 3 maal scheepsrecht is. En dat bewijst Joey Konings bij deze. 1-0 voor PSV. Prachtige paas van Rigo. Een heerlijke controle van Konings. Met andere woorden, dus gewoon een mooi doelpunt. Die eerste van PSV onder 19. Rodi de Boer, de keeper van ADO. Hij was kansloos. Maar dan aan de andere kant, heel lang kan PSV niet genieten van die voorsprong, want het is hier de spits Dennis van der Heijden. Die gaat voorbij aan Mike van der Meulhof. De vraag is, wat komt Van der Meulhof daar doen? Maar van grote afstand, van een moeilijke hoek, maakt Van der Heijden de gelijkmaker in deze wedstrijd. Het tempo is hoog in deze wedstrijd. Beide ploegen krijgen veel kansen. Hier Dani van der Moot, net 2 minuten in het veld. Probeert het maar eens. Dat schot is niet eens zo heel onaardig. Maar toch een metertje langs het doel. En dat de tempo hoog is, merkt ook de assistent van vandaag. Of assistente, eigenlijk mevrouw Verhul. Krijgt kramp en moet verzorgd worden door de scheidsrechter. Maar kan vervolgens wel verder. Dan vlak voor tijd een kans voor ADO Den Haag. Nummer 10, Roy Kastien. Schiet op goalman van de Meulhof. Nu zeer scherp. En meteen weer dat hoge tempo. PSV wil die 3 punten halen. Hattu. Maar hij komt niet voorbij Nwankwo. En dan lijkt die wedstrijd vlak voor tijd toch af te stevenen op een gelijkspel. Of Matthias Verret nog. Die bal dan boven hem heeft hij niet echt in de gaten. Lijkt het wel Groeneveld. Druk van beide kanten. Uiteindelijk dan de rust bij Philippe Rommens. Abels. Hele mooie steekbal. Verret, geen buitenspel. Nou dan, 1 minuut voor tijd. Arnold Groeneveld en daar. De 2-1 voor PSV onder 19. Op het nippertje noemen ze dat vlak voor tijd. Deze heerlijke steekbal van Abels. De controle weer bij Verret. Het overzicht en Groeneveld tikt hem dan binnen. En Groeneveld dus zorgt voor die bevrijdende 2-1. Konings dan voor de tweede keer. Goede redding van de Boer. Groeneveld. En die had er misschien wel in gemogen. Maar iedereen heeft er maling aan. 2-1 voor PSV onder 19. En zo revancheert het zich voor de wedstrijd tegen Manchester United. Dit is dan de stand. Bijna iedereen 3 wedstrijden gespeeld. Feyenoord, Utrecht en NEC hebben 7 punten uit 3 wedstrijden. Daarachter volgen Ajax, Vitesse en dus PSV met 6 punten uit 3 wedstrijden.